Today I will talk about a book I wrote for the Dutch artist Robin Heiker. Robin Heiker. Een boek over het werk van Robin Heiker. Livre sur le travail du peintre Hollandais, Néerlandais, Robin Heiker. Qui vit à La Haye. Quelques objets, beaucoup de tableaux, toujours des tableaux minimales et que j'appelle économiques, qui se jouent dont l'enjeu se trouve dans des tout petits détails et dans quelques décisions de forme, comme ici par exemple l'idée de peindre le portrait d'un canard sauvage. Oui, ce sont les couleurs, ça, ce sont les pieds, les couleurs principales du canard, tout en sachant que le vert qu'on croit voir consiste de multiples gradations de couleurs, échanges même dans la lumière, etc. Et de tout cela, je parle là-dedans, dans des tout petits textes qui accompagne chaque tableau. Le livre est chronologique et il décrit 17 ans d'activité comme peintre et il est complet. Tous les tableaux qui n'ont pas été détruits sont dedans. Donc Robin c'est un portrait soi-disant de perroquet basé sur un perroquet dans un tableau de Matisse repris par l'artiste hollandais Dan van Golden et Robin il reprend ce thème ou ce sujet dans ce cas-ci, mais c'est aussi un thème en reprenant la silhouette de Dan van Golden, mais de par après la couvrir par des coups de rouleau. Il se produit chaque fois un autre tableau, un minimal, une autre décision de base qu'il a prise, c'est d'utiliser les couleurs d'une certaine sorte de feutre. Et ces couleurs-là, elles reviennent tout le temps et il essaie de les reproduire avec de l'acrylique ou de l'huile, souvent de façon différente. Et chaque fois, tout se trouve dans les détails. Un autre priome ou une autre décision de forme qu'il prend, c'est de partir de ses initiales. C'est un R, c'est un R de Robin. Enfin, il y a toujours des petites décisions de forme et certains résultats. Cette série de tableaux part de la coutume en Chine de couvrir des choses placardées, défendues, et de les couvrir par de la peinture grise. Le livre contient aussi beaucoup de photographies prises en Chine pour illustrer la façon dont les gens improvisent en faisant des choses. Robin lui-même essaie de ne pas faire des tableaux préétablis, mais improvisés, tactiques. Robin's work is very minimal. It shows the act of painting or the business of painting by being minimal. It reveals it by not doing too much. Each painting is the result of a lot of attempts, and it always starts from a limited amount of decisions, formal decisions. For example, that he tries,
always tries to use the same colors, which come from, I think, waterboard markers, they're called. And he tries to reproduce these colors with acrylic paint or with oil paint in different fashions. He also starts from his initials very often. He starts from painting away stuff. Also, he makes portraits of birds, such as here, this is the portrait of a wild duck. This color is derived from the feet of the duck, the back, the belly, knowing, of course, that a duck does not have such a simple color, that the colors vary a lot, even with regard to the shadows and the sunlight and the sky and the position of the bird, etc., etc. Also, he loves magic tricks, and he tries to conceive of a painting as a magic trick. He tries to paint the way a magician does, hiding by showing, showing, hiding by showing, not showing. This series of paintings is based on the custom in China to cover forbidden posters people glue on the walls. They're covered with gray paint, and they're covered in a very functional way, of course, not an aesthetic one. And also the shade of the gray varies, so one can find on the same wall several patches of different shades of gray. And all these things are combined with a wish to not pre-establish a painting, but to prepare a set of limited parameters and then act the way people act when they improvise ad hoc. So the book also contains images, photographs made in China, where Robin Hiker lives half of the year, 6 months every year. I'm not going to go into it. Each painting is accompanied by a text, and the texts are in Spanish, Chinese, Dutch, and English. You see, the way people protect the wheels of the cars, because otherwise, apparently, dogs like to pee against them, and Robin likes these solutions, these ad hoc solutions. This is an I, let's say, the letter I, but it's also derived from an attempt to make a painting based on 9 A4s or A3s. And this is based on the idea of covering posters in China. But here an accident happened. Also, the color green is derived from a certain story, etc., etc. Not going to explain the complete work. This is what the book's about. I did not do the layout of this book. The layout was done by Robin Hiker himself and by the typographer and layout guy, Julian Sire. I think they did a tremendous job. It's a very beautiful book. Het werk van Robin Hiker is een soort van minimaal schilderen. Door het minimale van zijn werk kan hij zichtbaar maken wat schilderen eigenlijk is. Hij gebruikt weinig kleuren. Er is dan altijd een reden waarom hij een bepaalde kleur gebruikt. Het groen komt bijvoorbeeld van een schilder die hij aanvankelijk bewonderde, maar nadien een hekel aan kreeg. Dit schilderij is gebaseerd op de letter R, omdat hij veel schilderijen baseert op zijn initialen, de R van Robin. En hij toont vele manieren om R's te maken of R's te laten ontstaan. Het is opnieuw een R bijvoorbeeld. En hier zijn de
kleuren komen van stiften. Ik denk dat die stiften washboardmakers zijn. Ik weet het niet, hier zijn ze. Toevallig liggen er hier. Hoe heet dat? Ah, whiteboardmakers. Ja, natuurlijk. Washboard. Zie, hij gebruikt deze kleuren als uitgangspunt voor een grote reeks schilderijen. Ook goochelen. Hij houdt van goochelen omdat het iets te maken heeft met een illusie opwekken. En ook dingen niet tonen. Of weinig tonen van wat er eigenlijk gebeurt. Dat combineert hij met zijn voorliefde voor ad hoc oplossingen. Een tactische, improviserende manier van mensen om te gaan met bepaalde situaties. En daarom komen er in het boek verschillende foto's voor van ad hoc oplossingen in China, waar Heiker 6 maanden per jaar woont. Dit is een van de 3 schilderijen die ik ken die gebaseerd zijn op de kleuren van een wilde eend. Deze kleur komt van de pootjes, het oranje. En zo verder, ik heb het al verteld daarstraks, bruin, groen. Dit is een andere vogel, het is een ijsvogel. Hier een installation view, een zaalzicht. Een arend. Weggeschilderde beelden van parkieten. Dus hij vertrekt van een bepaalde parkiet die Daan van Golden zelf heeft gehaald bij Matisse. En hij gebruikt dat als terugkerend thema, maar ook vormprincipe. Dit zijn de zogenaamde kapseltjes. Die veel te maken hebben ook met wat hij noemt het harken met de vingers schilderen, maar ook de manier waarop hij dit schijnbruin maakt. En eigenlijk niet schildert, doet alsof het geschilderd is. En natuurlijk dingen niet zegt, niet uitbeeldt. Zich verwijdert van het figuratieve. Een mooie zaalzicht met een weggeschilderde parkiet. Een R, een terugkerend thema, zijn initialen. Verschillende manieren om zijn initialen om te zetten in schilderijen. En dat heeft altijd te maken met een bepaalde kleurkeuze, een bepaalde verfkeuze, een bepaalde de keuze voor een bepaalde kwast, spalterkwast of een roller. Een bepaalde ondergrond. Hij gebruikt verschillende soorten canvas, verschillende soorten prepareringen. En dan enkele vormprincipes zoals een A4'tje of een A3'tje. Dat je kan op een muur kleven in China om een bepaalde wens te kennen te geven. Of een bepaalde klacht tot uitdrukking te brengen. En het feit dat die dan overschilderd worden door een soort censuurmannen die rondlopen met potten grijze verf. En het feit dat die grijze verf altijd een andere kleur heeft, waardoor je vreemde patchworks krijgt. En dat verbindt hij dan met de improviserende ad hoc manier waarop mensen problemen oplossen. Bijvoorbeeld beletten dat de honden tegen de wielen van hun auto plassen. En zo verder. Een heel mooi boek, waarvan ik de vorm niet zelf heb bepaald. Het boek is gemaakt door Julian Sirre. En door Robin Heiker zelf, die ook typografie heeft gestudeerd. Het is een zeer mooi boek. Het formaat is fantastisch. Cover is heel mooi. En de typografie is uitmuntend. Het boek is gemaakt in 4 talen. Spaans, Chinees, Engels en Nederlands.